Zo, hé. Zo, hé. Vind je jezelf niet een knappe 90-jarige? Ik zal dus echt eerlijk zeggen dat ik me eigenlijk net kapot schrok. Ja? Bij de 65-versie. Ja. Dat ik dacht, Jezus, dat is namelijk de eerste overgang. En dan... Ik zou hier wel voor tekenen, denk ik, als ik eerlijk ben. Ja. Je hebt nog haar. Ik heb nog haar, dat ik nog netjes kan 's ochtends. En ik ben wel 90. Ja. Zou je het willen worden? Ja. Ik ga nog een beetje uit eten, hoor, zaterdagavond zo. Nou, dat hoop ik dus bijvoorbeeld echt tot het allerlaatste moment te doen. Uit eten gaan? Gewoon de moeite nemen om uit te gaan. Met z'n tweeën, een beetje mooi maken. Ja, gewoon zoals dit. Gewoon uitgaan. En dan naar een restaurant met z'n tweeën. Ja. En het liefst zo vaak mogelijk. Ja, ik heb natuurlijk vaak geroepen dat mensen zeiden van... een kakker of zo, weet je wel. Dan hebben ze me nooit aangesproken gevoeld. Want ik kom gewoon uit Amsterdam. Maar ik heb nu wel het idee dat we aardig inblenden met z'n tweeën. Ik zie jullie in het gooi wel zitten met z'n tweeën zo, hoor. Ja, ik wou net zeggen. Ja. We blend in nice. Ja. Ja. Renate, je mag jezelf gaat nu iets meemaken. In de spiegel gaan bekijken. Heel spannend. Oké, dan gaan we, ja? Ja. Oh! Je moet je hand even bij je kin weghalen. Ik heb een mooi oorbellen nog. Mag ik je oorbellen? Jeetje. Kijk even hoe mooi je nek gedaan is en zo. Oh, het is echt onheer. Ik hoor mezelf praten, maar ik zie echt iets heel anders. Jeetje.